Ik heb echt zin om vandaag te gaan varen. Zoals jullie in de vorige Duct Tape Boat video zagen, er zat een lek in. Oh nee, shit! Fuck! Er zit dus een lek in de boot. Daardoor kon ik niet heel erg lang varen en was de boot ook echt totaal niet stabiel. Dus, we hebben nog wat tapewerk te doen. Gelukkig hebben we nog meer dan genoeg rolletjes ook. En hier staat trouwens ook de motor. Kijk hem eens shinen. Hij heeft wel een klein stootje gehad hier, daarom zit hier nou een niks aan het handje. Ties, waar is je boot? De boot, die ligt bij de buurvrouw. Alles goed, maat? Alleen de vraag is nu maar net, hoe hebben ze het overleefd in al die regen? Ik weet niet precies, ik zie hier dus al bijvoorbeeld een gigantisch gat. En dit plakt überhaupt niet meer. Dus... tapen. Ik heb eventjes deze mega grote schaar gepakt. Kijk, let op hè. Deze hoek hier was volgens mij de boosdoener. En kijk, vond je het gek? Ik ben hier nu een beetje smooth eroverheen aan het tapen. Maar gewonder dat het lekt hier. Dus ik ben het nu even mooi aan het afwerken hier. Flink wat tape hier in die hoek geplakt. In de hoop dat het niet meer lekt. Zo, nou, dit is wel allemaal Gucci hier. Alleen hier, ja, wat zal ik er eens van zeggen? Ik hou eigenlijk helemaal niet van boterhammen, maar ik heb honger. Ben denk ik wel ongeveer klaar met tape hier. Bootje is hoop ik weer waterdicht. Ik hoop het echt. Day 2. Er zit hier een grote spin, hoi. Het is tijd. Ties, hoe ga je dit ding nou in godsnaam bij de rivier krijgen? Nou, het antwoord ligt hier binnen. Ik heb speciaal voor deze gelegenheid een kar gekocht. La la. Lig al aardig. Hou je bek eens droger. Benzinetank. Ja, deze hebben we niet echt nodig, maar... en deze eigenlijk ook niet. Motorolie voor in dit mooie dingetje. Alles goed, maat. Een broek zou ik eraf. Dit is natuurlijk niet de goede outfit om in te kunnen zinken, dus... beter. Dit is waar we gaan varen. Het prachtige linnen. Geen idee hoe ik hem het water in moet krijgen, maar dat zien we dan wel. Oké, dat was stap 1. Ik denk dat ik gewoon met kar en al het water in ga rijden of zo. Anders weet ik het ook niet. Oh, shit. Oké, daar ligt hij dan. Komt goed. En nu komt het leukste gedeelte. Dat ding aankrijgen. Ik zie al wat water hier. Fuck my life. Daar aan het trekken. Want ik heb met jouw fitness. Hè. Ja, dat wilde van Don zei tegen mij. Echt? Ja. Als ze dat truc weer altijd gebruiken. Het gaat niet zo heel goed hier allemaal. Die krijgt de motor niet aan. Zit je dan hè, in een duct tape boot op de rivier. Ik moet eerlijk zeggen, dit gaat wel snel vervelen, maar ik heb wat leuke spulletjes meegenomen. Ondertussen staat er al aardig wat water in deze boot. Ik kan jullie wel zeggen, bootchillings zijn de beste chillings. Hier vader ik echt ram tegenaan. Ik begin wel langzaam te vervelen eigenlijk. Zo. Oh.